Hard final, hè? Ja, dank je voor het laatste bottle, hè? Ja. Dat is important. Ja. Ja. Dit kan toch niet, jongens? Dit kan toch niet? Goedemorgen. Hey Bas, Tour de Tietema scoort als een tiet. Maar op een paar verdwaalde handtekeningen jagers na blijft de faam nog wat achter. Dus, jouw challenge voor vandaag. Verkleed je als renner en laat minimaal 50 mensen geloven dat jij een profrenner bent. Doe dit door middel van foto's en handtekeningen. Hey, lekkere challenge weer hoor. Kijk hier, mijn schoenen zijn maar uit. Kijk jongens, hier, gele kaart man. Oké jongens, ik heb even een polletje gehouden. Stel als mensen mij zouden vergelijken met een toerrenner, wie dat dan zou zijn. En ik lees hier wat antwoorden en ik kom hier bij Os, Zakarin, Veuclair, Zakarin, Os, weer Os, Liefhebber, niet te houden, Mollema, jij maalt ook maar door. Ik zie vooral heel veel Daniel Os voorbij komen. Het zou wel te maken hebben met de haren die ik heb gehad, of nog steeds, een beetje lang. Os heeft ook een knotje en zo. Ja, vooral Os. Ik zou even een foto van hem opzoeken. Os is wel een mooi vent hoor. Hij is een beetje zo'n oude, zo'n Italiaanse rockster. Vind je zelf een beetje erop lijken, ja? Ja, hij is wel muzikaal. Daarin zie ik wel veel overeenkomsten. Sprinten doe je met jouw trein, maar daarna kies je je eigen lijn. We hebben beide ook wel wat lange haar. Hij is wel groot en stevig gebouwd, net zoals ik. Ik kan toch moeilijk mezelf gaan vergelijken met een Quintana? We zijn hier bij de Borabus. Jullie hebben vandaag gekozen dat dit mijn man gaat worden. Daniel Os. Ik heb alleen nog geen tattoo. Misschien loopt hij hier nog wel even rond. Want we zijn hier bij het hotel. Hij moet zo naar de start komen. Ah, ik denk wel dat we even goed kunnen koken. Wat denk jij? Hey Daniel. Hoi. Bas Tietema. Do you think I look like him a bit? Nou, je bent een klein shit. En hij is een pretty nice guy. So what do you have to do? I'm gonna buy a Bora suit and people have to think that I'm a rider and have to give 50 signs and then my challenge is succeeded. So that's the challenge. So and good luck. Thank you. You also good luck today. But I'm gonna be you today, yeah? Okay. Then I will say I'm Daniel Os. Yeah? Is that alright? Ciao. Yeah, thank you. Ciao. You guys, good luck. Yeah. Zij Peter zo gaan omdat je ledig was? Ja, kom denk ik door die koortslip hoor. Normaal zie ik er echt heel mooi uit. Ik ben helemaal vergeten het shirt te geven, maar... Dus let's go! We zijn hier bij het winkeltje. We moeten heel even kijken in welke kleding ze rijden tijdens deze tour. Kijk, dit is Os met Sagan. Die zitten dus in die kleding. En daar hangt hij. Ik ben Daniel. Daar staat de bus van Bora. Ik wil eigenlijk vragen of hij al vindt dat ik een beetje goed op hem lijk. Ik voel me wel helemaal thuis in dit shirtje. Dat was Jody Bernal. Jody Bernal staat bekend om zijn vele hits, net als mij. Ik. Ja, één. Hier staan die renners bekend om, hè. De knapste renners komen altijd als laatste de bus uit. Ja, Daniel komt waarschijnlijk als laatste. Zie je al meer overeenkomsten? Altijd te laat. Hij moet zijn koortslip nog even wegwerken. Ik weet er wat het probleem is. Ze zijn eerst alle Tour de Tietema afleveringen aan het kijken. Daarom duurt het zo lang. Komt u daar? Ja, 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 daar is hij hoor. Daniel! What do you think? Yeah, you can be. Could Looks be. Better, hè? See, see, bello, bello. Better, better. Hey, good luck hè, today. You. See you later, hè? Hey, kijk, zie je, hij vond dat ik er goed uitzag. Fan? Ah, yes. Nou, we zijn bij de start geweest. We hebben een shirtje gescoord. Wij gaan nu op naar de start. Of naar de finish bedoel ik. En er moet nog benzine in de auto, toch? Oh, let's go. Oké. Oké, Daniel, ben je klaar voor? Ja, Daniel is klaar voor. Ik keep de parking, ik keep. De kopgroep is binnen, we zijn net op tijd. Het peloton die rijdt op 10 minuten achterstand. En op het moment dat peloton zeg maar, hier langskomt, dan ga ik gewoon mee en dan springen jullie er bovenop, ja? Ja. Ouais, c'est bon, fini pour aujourd'hui. Fini pour aujourd'hui. Pas de problème.
Ça a été dur. Ah oui, c'est très dur. C'est vrai. Très dur. Tu veux pas le faire? Merci beaucoup. Oh. Thank you. Oké, no problem. We moeten nog even afzijdig houden, hoor. Ja. Anders. Jongens, dit is tactiek, hè? Anders denken mensen, er valt te veel op. Maar ik weet niet, hoeveel zitten we al? 7? Ja, zoiets. 8? Dit kan toch niet, jongens? Dit kan toch niet? Hey Mike. Jongens, het ziet er zo professioneel uit dat Mike gewoon zegt... Hey, even verstoppen voor Hancock, hoor. Ik wil niet voor de NOS vanavond. Even verstoppen. Magnus! Hey. Hey. Magnus, vriend van de show. Welkom, we gaan even. Kom maar. Tof. Het was hard, hè? Hey, good day, man, today. Good team tactics. Actually was good enough. Hard enough, but yeah. Hard final, hè? Ja, dank je voor de last bottle, hè? Yeah. It's important. Yeah, we try and tomorrow. Don't worry. Yeah, I hope tomorrow will be a bit easier. Yeah. With rest day coming up. Okay. Keep fighting. Yeah. Avitolo. Hey. Here we are. Yeah. Good job. Hey, good job, guys. You can do. Hey. Daniel, you have a minute? Yeah. Daniel, what's your race? Yeah, it was tough, eh? As you can see, my teammates, I did a good job for the team. We gave a bottle in the final. Yeah. Grande, grande, grande. 5-5-5. Sorry. Good job, Marcus. Good job, Pat, today. Perfect jersey. Yeah, yeah. Good job, Pat, guys. Thank you. Deze tellen voor 3 tot nu toe. Thank you. Kijk, we worden gewoon gefilmd door zo'n tv-crew. Heeft geen idee. Daniel Os. Daniel Os. No, it's still Daniel Os. It's not Daniel Os. Dit was vet om te doen. Shirtje is uit, eindelijk weer Bas. Ik denk ook wel met meer dan 50, ik weet niet hoeveel zelf, chances geslaagd. Lekker pik. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Goedjes. Tot de volgende dag. Doei doei. Oh. Ja, jongen. Kom.